Ik denk dat de eerste is volgens mij Enzo. Denk ik. De tweede... Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij weer map, of nee, plot van een Brodo. En we spelen vandaag een prachtig regenboogparcours. Ja, dames en heren, we zijn op een regenboogmap. Oh, wat is hier mooi, zoveel kleurtjes, zoveel fijnheid. En dit is gemaakt door Always Donald, een toffe eend. Mogen dat even duidelijk zijn. Super Gecko 5000, mooi petje op. Wouter... oh nee, wacht even, dit zijn waarschijnlijk niet de makers. Oh, dit is gewoon alleen de makers. Super Gecko. Dankjewel voor het maken van de map. Welkom op de Rainbow Plot. Op dit plot speel je een aantal minigames. Zit namelijk geen storyline in, omdat ik daar niet goed in ben. Als je er toch bent, subscribe dan zeker even op Dodo. Bam! En dan, oh, ook gewoon nog reclame. Deze map is gemaakt door Sanne. Regels, geen blokken breken, alleen cheaten als iets niet lukt. En het belangrijkste natuurlijk dat je het leuk vindt. Awesome, wij gaan het gewoon doen. Enjoy, dankjewel, klik hier om door te gaan. Minigame, voltooid het parcours. Oké, okay, kijk, okay, ik ben er klaar voor. Eerste jump. Pap, 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 pap. Oh, een voorjump. Een voorjump, is dat gewoon echt een ding? Oké, okay. Pap, pap, pap. What? Oh, ik heb een elytra. Ik dacht al, wat gebeurt hier, jongens? Wat gebeurt hier? Pap, 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 pap. Ah, yes! Oh, ik ga wel even in creative, want anders ga ik straks er gewoon... Oké, okay, deze kant op, deze kant op. Ah, oh, wow, 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 wow. Nee, doe dit niet. Nee! Oh, dit is zo... erg. Dit is zo erg. Ik ga nog één keer proberen, anders skip ik gewoon deze hele ladder. Ik ben er zo goed in. Haha! Zo! Goed in. Haha! Zo! Kom op. Goed in! Ja! Wow! Oh, en hier zit het tegen het... Nee, ik zit tegen het randje. Ha! Oké. Okay. Ha! Nee, 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 nee. Oké, okay, oké. Okay. Ha! Yes! Dan moet hij naar beneden vallen. Wow! Oké, okay, dat was echt super dope. Dope. Dat was echt super dom. Oké, okay, let's go. Nice. Die hebben we. Goed zo. Dankjewel, Sanne. Dankjewel. Minigame 2. Tijd voor een doolhof. Oh, nee. Oh, nee. Waarom toch een doolhof? Waarom een doolhof? Oké, okay, laten we gewoon deze kant op gaan. We gaan gewoon deze kant op. We gaan deze kant. We komen hier. We komen hier. En? Niets. Niets. Of toch wel? Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Kom op. Waar is het einde? Hier is niet het einde. Balen. Ik heb ook echt geen idee meer welke kant ik op moet. Normaal heb ik altijd wel een idee. Even kijken. We gaan gewoon deze kant op. Die kant. Gaan we, waar gaan we heen? Gaan we hierheen? Hierheen? Ben ik hier al geweest? Komt aardig bekend voor. Ik heb geen idee. Deze kant. Ja, ja, ja. En hier naar rechts. Ja, zo. Ah, shit. Oké, daar ook niet. Ik heb even de chat uitgezet, want er was wel heel veel spam. Maar we gaan nu gewoon door. We pakken hem niet deze kant op, niet die kant op. We gaan naar rechts. En we pakken hem door. En we lopen... Lopen we hier dood? Ik weet het niet. Ik vertrouw het niet. Deze... Nee, oké. Laat maar. We gaan gewoon deze kant op. Ah, doolhoven, 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 dol. Yes! Goed gedaan. Ga naar beneden. Dankjewel, vriend. Dankjewel. Dropper, eindig in het water. Ga maar vast naar huis. Ik kom even later. Spetter in het water. Ik vind het wel cool trouwens, dit regenboog parcoursje of het ding. I like it. I like it a lot. Dat was best close. Dat was... Ik zit in het water. Yay. Dat was best close. Wat was de titel van Dodo's allereerste vlog? Disneyland met YouTubers, Dodo vlog? Of was het elke dag om 7 uur een vlog? Dat was mijn allereerste vlog, was denk ik Disneyland? Ik denk het helemaal goed. Ach, gelukkig. Hoeveel kleuren heeft een regenboog? Ik denk niet... Ik denk 7. Oneven, dat klinkt op zich wel logisch. Goed zo, yes! Oké, okay, dan gaan we hier naar boven.
Vraag, welke rank heb ik op Dodocraft? Geen rank of Obsidian rank? Volgens mij, ik heb geen world edit gezien uit mijn hoofd. Ik heb geen hoe heet dat ding nou? Ach, hoe heet dat ding nou, jongens? Kom op. Command block gezien, dus ik gok geen. Dat klopt, helaas is Obsidian verlopen op 2012. Au, wow, wow. Dat was echt net, dat is dan wel vrij recent, denk ik. Dat is 5 dagen geleden, 6 dagen geleden. Welke game heeft Dodocraft niet? Lucky Islands of Skyblock? Nou, sowieso Lucky Islands niet. Yep, misschien in de toekomst. Wie weet, wie weet, wie weet. Weer een pakker. Oh nee, nou, zolang er maar geen. Oh shit. Zolang er maar geen. Geen ladders in zitten, dan vind ik het allemaal prima. Ja, ik. Parkour, jongens. Parkour. De frustratie van elke man. Ladders. De frustratie van echt elke man. Jeetje. Kom op, kom op, kom op. Hier naar de zijkant. En de jump. Ja, 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 ja. Wie heeft ladderparkour ook echt bedacht? Dat je daar op komt. Als in gewoon degene die het echt als eerste had bedacht. Het is best wel origineel eigenlijk. Dat je daar zo over nadenkt. Woe. Lekker hoor, Wouter. Nee, niet lekker hoor. Niet lekker. Ah, deze kant. Ah, deze kant. Ah, deze kant. Oh, hier zit weer een blok boven mijn hoofd. Dat is zo irritant. Alsof je echt constant je kop stoot. Oké, ja. Zit hier weer een blok boven. Klein beetje. Hier weer, ja. Jump. 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 Hupsakee. Vlieg naar boven. Oké, we mogen een stukje vliegen. Hashtag no cheats. Hashtag no cheats. Oké, we gaan omhoog. Jeetje, we gaan wel heel hoog. Sowieso, ik call het nu. Regenboog Elytra ding. Oh, I called it. Het is een Elytra ding. Hoe heet dat? Elytra parcours, dat was het. Een regenboog parlytra icoor. Goed zo, Wouter. Goed zo, jongen. Oké, cool. Je hebt hem aan. Toppie. Dan gaan we vliegen. Wow. Wow. Oh, hier moeten we een snelle bocht maken. Nieuw, nieuw. Lekker. Trek je elite maar weer uit. Oh, dat was kort. Kort, maar krachtig. Dropper, kies het juiste gat. Hoe moet ik nou weten wat het juiste gat is? That's what she said. Oh, verkeerde. What? Hoe had ik dit moeten weten? Goed zo, yay, dankjewel. Hoe had ik moeten weten dat het die ene was? Dat was wel echt derp. Oh, hier, guess the skin, pak een boek en schrijf de naam op van wie je denkt dat de skin is. Oké, dit is interessant, dit is interessant. We pakken een boek, oh, we gaan natuurlijk wel zelf schrijven. Het skinboek. Oké, nummer 1. Done. Oké. We moeten dus de skin gaan raden van, ik denk, bekende YouTubers in het regenboogparcours. Ik ben heel benieuwd of we ze goed gaan hebben. Ik denk dat de eerste is volgens mij Enzo. Denk ik. De tweede... weet ik niet. Alhoewel, een petje. Had Milan in het begin ook geen petje? Oh, die herken ik sowieso. Volgens mij, ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij is dit Milan... van dagelijks HD. Dan heb je hier de Pius. Natuurlijk, Link Choker. De Pius. Zo. What the fuck? Oh my god, deze zijn echt identiek aan elkaar. Ook, nou ja, niet identiek, maar vrij identiek. Huh? Wie is dit dan? Wacht even, de maker... In het begin had ook een petje op. Toch? Kan ik even doorkijken? De maker had ook een petje op. Dus misschien... Misschien is dit de maker. Hoe heet ze? Gecko? Dat was Sanne. Ik weet het niet. Nummer 4, Sanne. Even kijken. Dan heb je hier David. David. En dan... Hebben wij hier meneer Traman. Jeremy natuurlijk. Jeremy. En hier... Oh nee, wacht even. Dit is zij, denk ik. Want deze ken ik sowieso niet. Dus ik denk dat dat
dat deze Sanne is, maar wie dan 4 is? Wie dan, even kijken. Deze, misschien Job of zo? Nee, ook niet. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat 1 van de 2 Milan is, maar... Oh shit, ik heb zijn neus afgeslagen. Sorry! Ik weet het niet, ik heb echt geen idee. Geen idee. Klaar, loop verder voor de antwoorden. Yay, oké, we gaan het boekje erbij pakken. 1, Enzo Knol, bam! 2, Milan, oh my god, het is mijn eigen hoofd. Really? Ik ben niet gewend aan deze skin. Dit is zo slecht. Oh my god. Ik was mezelf helemaal vergeten. It's me. Look. Ik ben wel iets bleker. Maar, of iets meer kleur. Maar jeez. Oh my god. Ik dacht helemaal niet aan mezelf. Ik ben zo'n retard. Ik heb nog steeds dat ik mijn lokje voor me zie. Hoe heet die nou? Dat ene hoofd van Deadly Famous. Die zie ik altijd voor me. Oh my god. Nou, hebben we hier nog David. Die had ik ook goed volgens mij. Ja, dan hebben we Jeremy. Die had ik ook goed. En dan... Bam! Sanne de Maker. Had je ze allemaal goed? Nee! Ik had mezelf fout! Bam! Steek die maar in je zak. Wauw, dat was wel echt heel lame. Dit is een... Een parcours met... Wow. Met slimes. En al die andere dingen. Oh jeetje. Pas op je hoofd. Ja, ik kom niet eens omhoog, joh. Kijk, nice. Spring in de bak. Yay. Oh, lol. Die had ik even niet door. Dat was gewoon slime. Wat tof dat je dat zo kan verbergen. Dat wist ik helemaal niet. Klik op de knop. Oh, die moet vandaan. Oké. Hup, okay. Yes! Dit is echt super cool. Oh. En dan gewoon de simpele jumps. Die... halen we dan niet. Zo. Ja. En spring. Oh, lol. Waarom ging die niet? What the heck? Oké, dit is best moeilijk. Misschien ga ik gewoon opstaan. Yes. Ja, kom op Wouter. Ja, dit op de een of andere manier. Oh, werkt het wel. Klein jumpje. Oh. En laatste. Lekker hoor. En dan nog een doolhof. Oh my god, ik ga even vliegen door de doolhof. Want ik hoef geen doolhof meer te zien. Oh. Wat hebben jullie met doolhoven? Ik snap dat niet. Die kant, nee. Die kant, nee. Toch? Ja, misschien is het toch dat kleine dingetje. Het zou me niets verbazen als dit gewoon de uitgang is. Oh, nee. Toch niet. Sorry. My bad. Nou, dit is als het goed is de enige kant die we nog op kunnen. Oh, yes. We hebben hem. En dan voor de afsluiting naar rechts. De uitgang is rechtdoor. Oh, hier is de afsluiting. Bedankt voor het spelen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoor graag tips en reacties. Dus als je een reactie hebt, vertel het me maar. In dit plot zit erg veel tijd, dus een beetje waardering zou nice zijn. Veel plezier nog met de andere plots. Dankjewel. Hier is de uitgang. Woo! Bam! En ik sta weer op straat. Nou, ik vond hem super vet, Sanne. Dankjewel voor het maken. Ik ga hem straks ook meteen even in de Half Brothers zetten. En ik wil jou ook bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Knal even dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren voor meer video's. En zie ik jou heel graag morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.